Ja, ik denk dat de Hadoop stack, wat natuurlijk uit een heleboel componenten bestaat, dat sommige van die componenten wel in gebruik zullen blijven. Maar ik denk dat de open source leveranciers toch nog moeite hebben met een businessmodel vinden om daar een winstgevende organisatie van te maken. En je ziet dus dat de cloud vendors, zeg maar de Amazons en de Microsoft met Azure en Google met Google Cloud en IBM, dat die gewoon in hun stack stukken van die Hadoop stack al hebben. Dus voor de zelfstandige leveranciers zal het moeilijk worden. Ze zullen zich moeten richten op specifieke functies op de platforms zoals data science en analytics. Ik vind het leuk om hier vandaag weer eens te zijn en met name bij de Data Warehouse Automation Tools mijn oude collega's weer eens de hand te schudden. En dan valt het me eigenlijk op dat het lijkt alsof die markt wel wat tot rust is gekomen. Ik zie eigenlijk nog steeds wel een beetje dezelfde spelers, Time Extender, Warescape natuurlijk, die zich ook op dat vlak begeven. Maar wat me wel is opgevallen is dat rondom Data Warehouse Automation er andere partijen zijn gekomen die daar eigenlijk naadloos op aansluiten. Die dus ook nagedacht hebben over problemen waar zij een oplossing voor hebben. En dan wil ik er bijvoorbeeld eentje even noemen als voorbeeld. Snowflake bijvoorbeeld is nou typisch zo'n partij die heel hard is opgekomen. En die een bepaald probleem wat we zien, hè, van hoe manage je nou een cloud-omgeving en hoe ga je daar nou slim mee om, zeg maar. Die hebben daarover nagedacht, hebben daar een oplossing voor. En wij kunnen bijvoorbeeld met Kipu in hun oplossing of tegen hun oplossing aan genereren. Wij zouden elkaar kunnen aanvullen. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling om te zien, want dat was een paar jaar geleden nog niet. Dus je ziet eigenlijk dat landschap rijker worden. Ik ben 5 jaar geleden al begonnen op mijn business school om data science door te voeren eigenlijk in alle programma's. Omdat mijn idee is, mijn visie, dat als je binnen 5 tot 10 jaar een goede baan wil hebben en je weet niks van data science en AI, dan krijg je hem gewoon niet meer. Alle banen worden steeds technologischer. Ik wil er niet mee zeggen dat de dingen die je op een business school leert die niks met data te maken hebben, dat je die niet meer nodig hebt. Die blijf je ook nodig hebben, maar als je te weinig kennis hebt van technologie, alleen maar dingen weet van horen zeggen, ga je het gewoon niet redden op de arbeidsmarkt naar de toekomst toe. Het zijn niet het soort posities, het soort banen waar bedrijven bij ons komen en mensen voor inhuren. Het gave is dat nu eigenlijk alle MKB-bedrijven hebben steeds meer data. En die data is ook goed beschikbaar, ofwel in een cloud van verschillende leveranciers, of houden ze zelf netjes bij. En dat betekent dat die partijen ook makkelijker hun data te gelde kunnen maken door daar mooie oplossingen mee te ontwikkelen. Nou, waar het 5 jaar geleden echt nog ging over technologie, toen waren we allemaal nog heel druk bezig met het opbouwen van dataclusters en infrastructuur. Cloud speelde helemaal geen rol. Ja, zie je dat nu 5 jaar later, is helemaal niet zo lang, maar dat de wereld waarin wij ons begeven totaal veranderd is. Cloud-technologie is niet meer weg te denken. Je ziet dat 80% van de organisaties gebruik maakt van cloud-toepassingen, met Azure als grootste partij, gevolgd door Amazon en Google. Maar ook een private cloud-oplossing die je toch veel ingezet ziet worden. Maar dat ook bijvoorbeeld open source-technologie zijn intrede heeft gedaan in de afgelopen jaren. Opleidingen. Dus wat wij zien is toch dat het heel belangrijk is om over de volle breedte eigenlijk van de organisatie te zorgen dat mensen over de kennis beschikken om te weten wat houdt nou analytics in en wat kun je ermee. En dat dat niet geconcentreerd is bij 1 of 2 personen in de organisatie, maar dat dat heel breed gedragen wordt van executive niveau, van strategische transformaties tot aan de raad van commissarissen. Maar ook gewoon de mensen op de vloer die dingen willen uitvoeren en die moeten weten van oké, ofwel hoe doen we dat zelf? Of hoe communiceren we met de data scientists in de organisatie of daarbuiten die het voor ons gaan doen? Nou, ik heb aardig wat mensen kunnen spreken op dit moment. Ik zie wel een soort gelijke uitdagingen bij veel organisaties. Eén daarvan is dat het een uitdaging is om echt meetbare waarde te creëren uit alle data-initiatieven of data science-initiatieven. En dat het voor bij veel organisaties nog een duidelijke gedragen data-ambitie en een stappenplan om de route naar succes met data, om dat te creëren. En dat daar nog een gat ligt om echt die verbinding tussen mensen te maken.
We gaan dus inderdaad naar hal 12. We zitten nu in hal 4, maar gaan naar hal 12 om daar wat uit te breiden en minder last hebben van de pilaren die hier in deze hal zitten. Daarmee verbeteren we ook de doorstroming naar de hal toe. Als het goed is gaan de bezoekers merken dat ze een ruimere beurs hebben, waardoor ze betere doorstromingen hebben naar de lezingenzalen, meer ruimte hebben voor de exposanten. En het belangrijkste is dat de bezoeker uiteindelijk een beter programma krijgt, een betere beleving krijgt en we ook meer aan kunnen bieden, bijvoorbeeld op innovatie.